vandaag. Ik heb gisteren na de nagels niks meer gefilmd, denk ik. Dit zijn mijn nagels trouwens. Peachy. Allee, zo nude peachy. I really love them. Ze hebben weer een good job gedaan bij Harper's. Katjes. Tot strakjes. Ik ga nu weer trekken. Milky ook. Ik moet altijd mijn katten nog zo aaien voor ik wegga. Wie heeft daar nog met zijn katten of zijn honden? Let me know dat ik niet de enige weirdo ben. Daar is Muffin, hier. Muffy, I love you. Oh shit, mijn eten staat hier nog. Oeps, ik had spijkeltje die jij besteld bij Deliveroo. Gisteren ook al, maar gisteren was mijn bestelling geannuleerd. En vandaag dacht ik ook dat die geannuleerd ging worden. Maar toch is hem doorgegaan. Woehoe. Ik ga dus nu naar de seizoenswinkel vertrekken. Dat is een zonoven. En Celine moet voor een babybedje gaan kijken. Nog denk ik. Of een parks kijken. Ik weet het niet precies. En ik wou dat niet alleen doen. Dus dan dacht ik, dan ga ik maar even mee. En daarna gaan we door naar Sarah en Louisa. Want we gaan iets eten. Allee, eten. We gaan samen thee drinken. Dus rond 2:30 denk ik moeten we daar zijn. Het is nu iets na 1. Dus dan hebben we nog even tijd in de seizoenswinkel. Als Celine nog dingen vindt of zo voor de baby. Oh, ik heb trouwens warm. Ik hoop dat ik mij niet te dik heb aangedaan. Mijn trui is van Naked. Mijn jas is Bershka. Broek is Bershka en mijn sneakers zijn van Piu Piu. Oké, let's go. Het is echt warm buiten. Ik heb mijn rolkraagtrui aan. En ik heb het echt heel heet. Dus er stond op dat het 15 graden was. Maar het is wel wat meer dan dat, denk ik, vandaag. En ik denk dat ik zelfs mijn rolkraagtrui uit ga doen. Ik heb nog een wit t-shirt aan. En dan kan ik gewoon mijn jas of zo erover doen. Hier is echt onze vriend. Oh mijn god, die begint al uit te neigen. Oh, ik wou daarop gaan staan. Maar... ja. Oh ja, dat is voor kindjes van 7 tot 9. Ja, ja, dat is een cape-achtig. Dan is dat wel een korter jurkje. Ja, of een... ja, beweegt dit ook? Ja, dat moet bewegen, denk ik. Nee? Hierin is toch zoiets, dus ik gok dat dat beweegt. Zelfs gaat die ineens. We zijn aangekomen bij Sarah die ziek is. En Louisa die in de keuken is en bij Snoopy. Dag Snoopy! Dag Snoopy! Hey Snoopy! En we hebben super lekker koekjes en snoepjes en zo. Voor mij. Oh, die met munt. Die groene met munt. Groen? Deze? Ja. Oké. Oh, kijk hoe mooi. En jij hebt dat dan ook nog allemaal. Ja, dat is echt. Ik heb ook wel een old school potje. Ja, ik weet niet. Hey, hi. Geen ervaren tea-time. Tea-time die ik heb. Ja. Nog iemand? Oké, ik ben even bij mijn ouders geweest. Nu ga ik door de bomen terug naar huis. Ik ga eerst nog langs kantoor.
Want ik moet iets ophalen op kantoor. En morgen gaan we op collectie. Trouwens. Dus ik ga eerst nog iets op kantoor ophalen. Dan ga ik naar huis. Het is al 6:40. Oei. Belt iemand mij nu? Letterlijk een figuurlijk. Nee. Het is Sam. Die stuurt. Nou, Sam heeft normaal eten gemaakt. Ik had gevraagd of hij wou koken. En die zei natuurlijk. Dus... Nou ja, op naar kantoor. Scherp, waar is Milky? Milky! Waar zijt je? Oeh, waar is Milky? Oké, kom eens hier. Milk! Oeh, waar is hij nu? Ik hoor die, maar... Ah! Hier zijt je. Ik hoor u, maar ik zie u niet. Dag, Sjaleke. Dag, schat. En ik denk dat Sam mijn favoriet aan het maken is. Kijken. Yay! Yay, dankjewel. Thalys is al net thuis gekomen met een cadeautje, een vrij groot cadeautje. Ja. Staat daar. Het is een grote doos, dus ik weet nog niet wat het is. Ik ben heel benieuwd. Ik weet het zelf niet. Hoe weet het zelf niet? Nee. Echt niet? Nee. Oké, spannend. Ik ga het nu uitpakken. Amai. Wat is dat, jong? Dat is twee armen. Shit, man. Oké, even een schuifje pakken, want zo krijg ik dat niet open. Got scissors. Ja, zit je ook benieuwd? Oeps, dat was ernaast. Alright, spannend! Wat denk jij dat het is? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Okay. Het is iets langwerpig, ja. Ja, het is iets langwerpig, ja. Ik weet niet wat goed gegokt, schatje. Oei, uw eten is op. Alweer. Wat Jesus Christ. Ik wil kijken, hè, maar ik wil de pot wel hebben. Oh, krijg je zo open. Wow. Een stofzuiger! Woehoe! Amai, een rubber een, hè. Oh ja. Hoe is dan eten nu weer al op? Ja. My god. Ik vreet nog wel, hè. Een Dyson! Damn, het is van... Dyson! Dyson Cyclone V10 Absolute. Oh ja, my die, god. Is dit een stofzuiger speciaal voor dieren? Ah. Is er reclame van ja, kijk hier. Op de tv? Woehoe! Ja, dat is goed. Hij is cord-free, dus zonder koord, zonder stekker zo. With a suction power of a full-size vacuum. Oké, okay. Kijk goed, want nu hebben we echt nog zo'n oude stofzuiger, hè? Ja, laat de oude maar eens zien. Dit is een stofzuiger. Ja, very old school. Wel mooi, zo groen, hè? Ja, past in het interieur. Maar wel echt heel oldschool. Ja, dat is echt oldschool. Een leuk weetje ook over onze oude stofzuiger. Die is nog van Sam zijn oma geweest. Klopt dat? Schijnt zegt. Of niet? Ik weet dat niet. Was dat niet? Ik denk deze niet. Nee? Nee, maar die heb ik gehad en toen is die kapot gegaan. Toen heb ik deze ergens tweedehands of zo. Ah, oké. Okay. Maar die zal waarschijnlijk dan wel van iemand zijn oma ooit geweest zijn. Dus maar we gaan die ook niet wegdoen. Waarschijnlijk houden we voor... Boven of zo, ik weet het niet. We gaan zien. Maar ik ben kei blij. Nu een stofzuiger! En dat is zo handig, dat is zo'n staaf stofzuiger bedoel ik. Ik ga hem uitpakken. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming.
die stukken. Ja. Oké. Okay. Dat is speciaal waarschijnlijk voor was. Zo. De vloer of zo en dit voor tapijt of zo. Ja, kan. Ik weet het niet. Oh, en kijk hoeveel onderdelen. Zal het direct zien, hè? Het zal wel opladen of zo zijn. Want het is. Die snoeren los. Kleine samenvatting: dit is dus heel de stofzuiger. Daar gaat het hoofdstuk zijn. Stengel en dan 1, 2 stukken om op te zetten. Dit is ook nog een kleiner stukje om op te zetten. Hier is nog één. Oh shit, wat is dat allemaal? Nog één. Dat blijft komen, nog één. Oké, maar goed dat er een handleiding bij is. Dan ga ik even doorlezen hoe dat hier in elkaar zit. En daar is de oplader, dus die moet je er zo van ver zo in pluggen. Dat die kan blijven staan en heel makkelijk neembaar is. Oh. Hij werkt al. Ja. Dan gaan wij eindelijk verlost zijn van... Get hair everywhere. Allee ja, verlost. Verlost niet, maar... Het beter kunnen opkuisen, want onze stofzuiger nu kan dat niet aan. Nee, en ik weet van de reclame van de tv dat dit er dan wel kan. Ja, ik ben heel benieuwd. En dat staat erop, hè. Thanks, Dyson. Ja, merci Dyson. Het beste cadeau. Dat is al een kerstcadeautje al, hè? Ja. Ja, dan krijg ik niks meer. Van u of van? Ja. Ik heb lang niet van u gekregen. Sst, niet zeggen. En, wat wou je zeggen? Ik weet niet meer. Je zei, en? Ah ja, ik wou zeggen, en, morgen is Werelddierendag. Ah ja, perfect. Voor ons. Als cadeau voor de diertjes dus kunnen we stop zeggen. Als cadeau voor de dieren voor Werelddierendag. Oh. Thanks, Dyson. Forget her. Milky, Sheldon en Muffin Milky, bedanken u. Hoe blij zijt je? Kijk, Milky is echt blij. Milky, zijt je blij? Kom eens hier. Kom eens laten zien. Kom eens hier. Maar, ik ben het. Ik ben het, je mommy. Snelletje toch. Snelletje toch. Ben je blij? Ben je blij dat we Dyson hebben? Hoe blij zijt je? Zo blij. Kleine haarbol. Voor we verder gaan met de Dyson, gaan we eerst toch eten. Because we're hungry. En dan kan ons eten zakken en dan kunnen we daarna naar de gym. Daarna, na het eten, de Dyson in elkaar zetten, stofzuigen en naar de gym gaan. Dus lekkere pasta. Pasta à la Sam. Ik ben trouwens benieuwd, als jullie spaghetti saus eten, eten jullie dat dan zo met stukjes en groentjes en al die toestanden? Of doen jullie ook zoals ons, alleen gehakt, tomaat, ajuin, look. Ja, dat is het. Thuis het, hè? Ja. Ja, ik ben benieuwd. Wij doen dat altijd zo, omdat we ook van thuis, alleen van bij mijn thuis, hebben meegekregen dat dat de manier is dat de Italianen dat eten. Hè. Simpel, hè? Simpel. Niet te veel groentjes en gekke dingen. Ik heb ook veel liever dit dan echt met groenten. Maar ja, dat is een keuze. En heel veel Belgen eten heel graag dan met groenten. Ja, wortel ja. En... En courgette en paprika, maar paprika. Dat hoeft voor mij echt allemaal niet. Maar ja, dat is persoonlijk, hè. Ja. Laat mij weten wat dat jullie erin doen. Of jullie mama of papa, ja. Of... Ik heb nog één geheim receptje voor mijn pasta, maar dat doe ik alleen met mijn. En dat is peperoncino. Dat zijn gemalen rode pepertjes, dus pikant. Maar jij hebt dat niet zo graag, hè. Nee, dat is niks voor mij. Ik wel. Stofzuiger gaat echt zo goed. We hebben hem net getest. En alles gekuist. En nu is Sam hier een plaatsje aan het zoeken. Waar we die gaan kunnen ophangen. Is hier geen stopcontact, ja. Dan moet hier ergens hangen, geen ja. Stopcontact. Ja, voilà. Ideaal. Als we die zo kunnen ophangen, dat we dat een beetje schuin hebben. Ja, het is kan dan. Hier hangen. Ja, oké. Okay. En hier, oei. Oei, ja. Zo hier ergens zo al die stukjes spulletjes leggen. Zo die kopstukjes. Ja, het zou handig zijn als we nog een doos hadden. Ja, ik heb in de auto wel nog schoendozen. Ah, maar ja, dat kan ik pas morgen. Dan zet ik dat hier ergens tussen. Ik ga dat nu niet meer meepakken. Nee, morgen. Dat is goed. Okay. Alrighty. Gaat jij gymmen? Ik ga gymmen, ja. Ik heb besloten om niet naar de fitness te gaan. Ik ga me douchen. En wat? Ja, ik ga me douchen, chillen en morgen wordt een heel drukke dag voor ja, mij. Super. Dus. Oké. Okay. Give me some slack. Cut me some slack. Cut me some slack. En terwijl we dan toch hier zijn. Ja. Hallo? Ja, mijn stukje in uw enkel.
gaan we de vlog ook afsluiten. Ja, want dat doen we altijd hier. We staan eigenlijk van ons bergkatje. Mini, maar wel handig. Ja. Allee, Sam's bergkatje bedoel ik. Ons. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Doe zeker zo close, thumbs up. Ja. Erg. Ja. Het licht. Zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.